ontzettend sfeervol op Urk Sportpark. De Vormt voorafgaand aan de wedstrijd Urk tegen Katwijk. Beide ploegen speelden overigens begin december hun laatste wedstrijd. Dit is de eerste kans in de maak en het levert ook meteen een doelpunt op. Een doelpunt voor Katwijk, gemaakt door Tim Freeriks. De assist is van El Azouti. En in de zesde minuut is het dan al raak voor de ploeg van Anthony Correa. De nummer 6 van de tweede divisie op voorsprong. Katwijk dus. Katwijk dat ook sterker is in de openingsfase. Aan de andere kant van het veld is Urk weg met Lucas Schraal. Hij komt uiteindelijk niet echt met een bruikbare voorzet, maar wel een behoorlijke schietkans voor Joël Tol. Dicht bij de gelijkmaker. 1-0 de ruststand in het voordeel van Katwijk. En in de tweede helft is Katwijk opnieuw sterker dan Urk. En is het eigenlijk wachten op de 0-2. Daar is hij bijna. Schulte schiet de bal op de lat. Katwijk, dat in de eerste ronde van het bekertoernooi nog te sterk was voor DVS uit Ermelo. Weer Katwijk in de aanval en weer de lat geraakt. Nu door spits Tim Freeriks. Zo blijft het verschil 1 en blijft het dus spannend, ook al is Katwijk sterker. Bal van richting veranderd. Het is een moeilijke bal voor de keeper, voor Richard Strijker. En hij vliegt erin ook. Het is 0-2. En het laatste tikje wordt gegeven door Des Kunst, die overgekomen is van Jong AZ. Hij maakt zijn eerste doelpunt voor Katwijk. Dan Urk, dat nog iets probeert terug te doen. Bal van de lijn gehaald, de inzet van Lucas Tol. Uiteindelijk gaat Katwijk het redden in Urk. Want hier wordt heel matig verdedigd en dat wordt afgestraft door Algero Mercera. 0-3, speler die kwam van Nooddorp. Katwijk door naar de laatste 16 van het bekertoernooi.